Ede groeit. Het wordt steeds drukker op de weg in Ede-Oost. De nieuwe huizen op het NK-terrein en de kazerneterreinen zorgen voor meer auto's en fietsers. En in de toekomst komt ook het World Food Center in deze buurt te liggen. We willen ervoor zorgen dat Ede-Oost goed bereikbaar blijft, zodat je als weggebruiker vanaf de N224 en de A12 goed kan doorrijden. En daarom gaan we nieuwe wegen aanleggen en bestaande wegen aanpassen. En dat project dat noemen we Parklaan. Bij die naam gaat misschien al een belletje rinkelen. De plannen voor het aanleggen van de Parklaan die liggen er al een tijdje. Maar in 2022 gaan we nu echt beginnen met de aanleg. En bij die aanleg gaan we zo groen en duurzaam mogelijk te werk. Zo'n project heeft nogal impact op de natuur, maar die willen we zo klein mogelijk houden. Daarom ben ik als ambassadeur voor duurzaamheid en klimaat blij om te zien dat de gemeente Ede zich hiervoor inzet. Voor het aanleggen van de Parklaan is gezocht naar een aannemer die rekening houdt met duurzaamheid en er daarnaast voor zorgt dat je tijdens de bouw zo min mogelijk last hebt van de aanleg. Denk bijvoorbeeld aan het hergebruik van materialen, het gebruik van elektrisch gereedschap om geluidsoverlast te beperken en het behouden van zoveel mogelijk natuur. De aannemer die dit gaat doen is Van Gelder. We schakelen over naar Van Gelder en wethouder De Pater. Zij vertellen je graag meer. Het laatste deel en het grootste deel van de Parklaan is aanbesteed. Dat is het nieuws van vandaag. En we hebben een aannemer gevonden die dat gaat uitvoeren. Dat is Van Gelder. We zijn hartstikke blij met die aanbesteding, want de impact van zo'n enorme infrastructurele ingreep is groot. We hebben als Van Gelder heel veel zin in de aanleg van de Parklaan in Ede. De gemeente Ede heeft ons heel duidelijk gemaakt dat duurzaamheid, ecologie en groen belangrijke thema's zijn bij de aanleg van deze nieuwe weg. Zo plaatsen wij bomen in airpods in de omgeving voordat we met kappen beginnen. Zo houden we Ede groen. Ook zetten wij emissieloos materieel in. Waar mogelijk zullen we dat zoveel mogelijk doen, zoals bijvoorbeeld met onze 100% elektrische knijperauto. Hiermee besparen we niet alleen emissies, maar zorgen we ook dat er minder geluid is. Tijdens de verbouwing wil je ook dat de mensen die hier wonen, werken en naar school gaan, daar zo min mogelijk last van hebben. We hebben een aannemer gevonden die dat zo duurzaam en zo groen mogelijk doet. En die ook goed let op de doorstroming. Als wethouder verkeer wil je ook dat die doorstroming tijdens de verbouwing ook goed intact blijft. Om er niet te spreken natuurlijk over het eindproduct. Dat moet een schitterende oostelijke ontsluiting van Ede worden. Daar zijn we al die jaren al zo druk mee bezig geweest en dat gaat nu echt gebeuren. Eind 2021 zijn we bezig met de engineering en de voorbereiding. Zodat we in januari 2022 kunnen starten met het noordelijk deel van Parklaan in Ede. Halverwege het jaar zullen we het zuidelijk deel gaan starten om uiteindelijk in begin 2023 het gehele project op te leveren. Bedankt voor de informatie, heren. Wil je op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen? Bezoek dan de website parklaan.ede.nl voor meer informatie. Daar kun je jezelf ook inschrijven voor de nieuwsbrief.